Goedendag allemaal. Het is vandaag vrijdag 5 februari en we hebben vanmiddag een heel erg leuke pubquiz gespeeld. Machteld van der Wouden en Wouter van Hek hadden een fantastische quiz in elkaar gedraaid waar wij met een stuk of 24 collega's allemaal aan hadden meegedaan. En het was eerst een ronde met allemaal gekke uitspraken van mensen. En toen hadden we een ronde met muziekvragen. En toen hadden we nog een ronde met... het was eerst algemene kennis. Eerst algemene kennis. En bijvoorbeeld het geboortejaar van Vossius werd gevraagd. Maar ook... wat hadden we nog meer? De grootste planeet van het zonnestelsel. En dat soort vragen. Toen een stuk of 12 muziekvragen. En dan moest je samen een woord maken. En daarna was de afdeling roddel en achterklap. En die was natuurlijk het leukst. Er zaten een aantal vragen in die normaal in de vulpes staan. Van welke docent heeft deze uitspraak gedaan? Maar ook hoeveel bladzijden was de samenvatting van het proefschrift van Jan van Muilenkom. Onze voormalige rector. Dus het was erg leuk. En ik had bijna gewonnen. Ik had namelijk een gedeelde tweede plaats met... Barbara Bronkhorst. Dus nou, eervol, eervol. En zeer de moeite waard. En ook zeer voor herhaling vatbaar wat mij betreft. Dus ik vond het echt heel erg leuk. Dankjewel Wouter en Machteld voor deze fantastische pubquiz. En ik ga nog een paar onderdelen hiervan laten zien. En verder tot morgen. Eén was e-mailadres. Dus bij jullie heet het 19. Bij mij 18. Ja. Sorry. Nee. Het is echt 18. Oh. We zitten nu echt bij vraag 19. Vraag 19, toch? 19. Ja. Dit is 18. Dit is vraag 18. Ja. Dit was het al. Hè? Nee, ik heb nog één vraag. 19. We moeten 19. Wij willen nog een vraag. 19 en 20.